Nederland na woensdag op de eerste plaats, FIFA wereldranglijst. Gaat dat gebeuren of gaat het niet gebeuren? Ik denk dat Engeland banger is voor Nederland dan omgekeerd. Ja, moet Italië nog wel winnen van Spanje. Maar dan zou voor het eerst in de geschiedenis op de eerste plaats komen. Zou wel leuk zijn natuurlijk. Een klein landje. Ja, is toch geweldig? Ja, natuurlijk. En dan een ontzettende pluim op de hoed van Bert van Marwijk. Wie? Ken je die? Wie? Bert. Bert van Marwijk. Oh, Bert van Marwijk, die ja. We hebben het over kleurrijke mensen. De beste trouwens, bondscoach uit de historie. Ja, zegt de voorzitter van de Bert van Marwijk. Nonsense. Ja. Ja, moet ik hem afzeiken dan? Weet je nog uit welke wijk die komt? Hij is echt een wijkjongen. Nou, echt, als je daar geboren bent dan. Was dat niet de Worp? De Worp, inderdaad, ja. Dat is hem inderdaad, ja. Ja, ik zie je nog zo voor me naast de buitensociëteit. Ja, heel goed. Kleurrijke. Prachtig pontje van Deventer. Hey, oude binnenstad, pontje naar de Worp. En hij had zo'n auto, hè? Zo'n snelle auto had hij. Met mooie sportwagen. Vrouwen. Ja, open vaak en zo. Spitfire. Ja, snelle jongens. Lekker wijf erin. Open snel. Nee. Bert was echt een playboy toen. Ja? Ja. Als je hem nou ziet, dan zou je denken van hij is ouderling, maar hij was toen heel anders.